Guild van Wenters is een onderdeel van de vereniging Het Museum, die dit jaar al 90 jaar bestaat. Het is een vereniging met leden. Er zijn een heleboel leden, die kunnen er natuurlijk altijd bij. Dus mocht u zich geroepen voelen of andere leden die nog graag lid willen worden, altijd van harte. Vandaag wordt hier het derde en laatste pand geopend. Het pand op nummer 42 aan de andere kant van de ontvangstruimte. Dat is ook het pand dat het meest in authentieke staat gebleven is. Het pand waar vroeger Bakker Menting woonde en werkte. En daar kunt u de sfeer van vroeger proeven. En zien hoe een bakkerij er in vroeger tijden uitzag. Maar ook Winterswijk als geheel te feliciteren met dit prachtige resultaat. Ik weet dat er aan het eind van de maand nog een... iets prachtigs uit gaat komen waar een samenwerking is tussen de verschillende musea om ze aan elkaar te knopen. Want het werd zojuist ook al gezegd, het is de bedoeling dat je in Winterswijk een aantal dingen hebt en dat die ook bij mensen bekend zijn. Want we hebben echte pareltjes, maar de meeste dingen zijn vaak bij Winterswijkers nog niet eens allemaal bekend. Laat staan bij de toeristen die Winterswijk bezoeken en dan noem ik ook Transit Oost. Kijk, Villa Mondriaan heeft ondertussen natuurlijk een bepaalde mate van bekendheid, maar dan is het niets mooier dan die bekendheid gebruiken om ook die bekendheid hier naartoe te krijgen, na Transit Oost te krijgen. Onze kerk heeft 20.000 bezoekers per jaar. Ook dat is een mooie combinatie. Als je dat aan elkaar verbindt, heb je een geheel, maak je Winterswijk als geheel nog aantrekkelijker. Wij doen er als gemeente natuurlijk ook alles aan om ons centrum aantrekkelijk te houden, maar er horen dit soort dingen bij. Voor de Winterswijkers, voor de toeristen die echt komen voor de cultuur, maar ook voor het winkelend publiek, want wat is er nou leuker als je aan het winkelen bent om even een authentieke bakkerij van vroeger binnen te doen. Ja, willen jullie foto's maken? Dan zal anders moet ik dadelijk weer terug. Hè. Dat, ik weet niet hoe het gaat. Ook eentje met de deur open. Want, ja. Ben je al zover Frans? Of, Nee. Ik ben al lang. Ja. Goed zo. Hebben jullie de bel gehoord? Ja. De bel en de bakkerij is geopend. Heer. Dag. Gefeliciteerd. Dankjewel. Mevrouw de Bakker. Ja. Mevrouw de Bakker. Nou, het is het winkeltje. Kom voor de bakker. Waar hebben we die vandaan? Deze die hing nog in het museum Frederiks. Oké. Okay. De overkast die zeg maar in de Daar stond hij voor. Ja, komt hij maar ja. Het is toch wel... Kijk, we hebben hem toch aangezet, dat het rookkanaal echt niet helemaal goed is. Dit is ook iets heel moois. Je kunt dus, dit is een touchscreen en dan kun je dus een keuze maken uit de vier voorstellingen. Uiteindelijk gaat het niet om jou, maar om je zo'n gebakjes Het hebben van de kerk.